Zo jongens, welkom allemaal op deze gloed nieuwe aflevering van vandaag. Van vandaag weer lekker Minecraft Fullcraft 3 opnemen jongens. Ik ben vandaag weer in mijn eentje en we zitten hier weer op de welbekende Lucky Block of welbekende Pandora box plek. Dus ik zou zeggen, geniet sowieso van de aflevering van vandaag. We gaan vandaag weer lekker 3 Pandora boxes te openen. Zoals jullie eigenlijk altijd al gewend zijn geweest. Of ja, 3 Pandora box, niet echt. Dus 1 Pandora box, 1 Chance Cube en 1 Giant Chance Cube. Dus ik zou zeggen, heel kijkplezier sowieso naar de stream. En laten we lekker starten met een een Giant Chance Cube. Dus let's go. Moet ik even kijken waar ik hem hier kan plaatsen. Hier. Even hier aan staan. Iets aan het plaatsen nu. Er wordt iets geplaatst. Oh, deze. Ik heb deze aflevering daarnet ook proberen opnieuw proberen op te nemen. Toen is mijn Minecraft gecrashed verleden door Pandora Box. Dus dit is eigenlijk een hele laag obsidian. Wat ik nu ga krijgen. Die volledig naar onder trekt. 147. Of 14.730 bloks. Zou dat moeten zijn. Dus, redelijk veel blok. Creeper. Creeper. Pandora box. Pandora box is wel nog bezig te zien. Nacht, licht, nacht. Oh fuck. No! Serieus, guys. Nou, we gaan maar lekker muziek starten. En gaan we even ons reef proberen terug te halen nu. Op een of andere manier. Misschien dat ik wel eerst en vooral... blokjes zou moeten meepakken. Zijn er hier? Ja, hier zitten de Pandora boxen in. Dus omdat ik daarnet een probleempje had, ik had per ongeluk hier een giant chance cube neergezet. En die verkloot er redelijk veel van mijn leven, van mijn wereld hier. Dus daarmee dat ik even een backup moeten inzetten heb. Gaan we heel even kijken of dan we de materiaal kunt terugvinden. Ik ga heel even snel mijn materiaal terug gaan halen en dan ben ik zo meteen bij jullie terug, jongens. Tot zo meteen. Zo, jongens, we zijn ondertussen terug bij ons huis. Ik heb even snel al mijn spullen gaan ophalen, zoals jullie hier kunnen zien. Ben ik even snel naar boven zien te geraken en heb ik heel snel even mijn spullen opgeraapt. Het was niet echt heel moeilijk. Het was vrij makkelijk voor er boven te raken en zo. Dus dat is het voordeel een beetje aan. Ik ga heel even dit ik had het voor de hiervoor had ik dat eigenlijk al geoogst, zeg maar. Dus nu moet ik het nog een keer doen. Of ja, nog een keer moet is een groot woord, maar nu ga ik het nog een keer doen. Het is een beetje vervelend dat ik, ja, ik had de aflevering, zoals ik al gezegd heb, ik had de aflevering al opgenomen, zeg maar. Doordat ik mijn game eigenlijk volledig laten crashen heb, heb ik besloten van ja, weet ik, ga gewoon een nieuwe backup erin steken. En we moeten lekker gewoon opnieuw opnemen. In ieder geval,
ik weet wel wat ik ga maken vandaag. Voor we gaan vandaag niet meer gaan mijnen. We gaan vandaag niet echt iets gaan doen onder de grond. Maar we gaan vandaag lekker al beginnen met een paar machines te maken. En eerste project wat ik eigenlijk ga doen. En wat ik eigenlijk heel snel ga afgerond zijn. Of heel snel ga werken, zeg maar. Is Project E. Ik ga me heel even binnen, zodat het mocht het zo meteen donker worden, voor dat wordt het inderdaad. Wat dat eigenlijk Project E doet, je kunt hierbij verschillende dingetjes doen eigenlijk. Dus je kunt een transmutation tablet maken uiteindelijk. Dat is wel kost wel heel veel. Je moet daarvoor red matter blocks hebben. Je moet daarvoor ook een crafting core hebben en zo. Dus dat kost heel veel. Je moet dan ook deze machine of deze afbeeld dingetjes allemaal hebben. Ik zeg nu maar iets te... wat moet ik bijvoorbeeld hebben? Ik moet bijvoorbeeld een ultimate singularity hebben. Dat is dan deze dat ik moet doen. Daarvoor moet ik dan een infused enderpearl. Moet ik al deze extended crafting units maken, zeg maar. Voor dit moet ik dan dimensional shards hebben. Dimensional shards maakte dan door een prismarine shards en met diamonds en emeralds en gold en zo. We kunnen bijvoorbeeld gaan doen. Bijvoorbeeld de ultimate crafting table moeten dit dan gaan maken. Moeten elite crafting table maken. Moeten een advanced crafting table maken. Moeten een basic crafting table maken. Moeten basic components maken. Moeten heel veel doen, moeten black iron ingots maken. Black iron ingots maakt het dan weer door orange, door ink sacks en iron ingots te combineren en zo. Dus dat kost heel veel voor dit bijvoorbeeld te gaan maken. De energy condenser of de energy condenser MK1 of de energy condenser MK2. Daarvoor heb je dan dark matter nodig. Dark matter maakt het dan door Aeternalis fuel met een diamond blok te combineren. Krijg je dan eigenlijk één dark matter of ja, je maakt een dark matter blok. In ieder geval kost heel veel mensen, kost heel veel dit. Maar we gaan vandaag gewoon echt heel simpel beginnen. Je kunt er dan uiteindelijk echt heel zieke tools mee maken, zoals een red matter pickaxe. Is heel overpowered, als ik heel eerlijk mag zijn, is echt super overpowered. Maar is echt wel heel handig uiteindelijk. Maar we gaan vandaag gewoon heel simpel beginnen. We gaan vandaag eerst en vooral beginnen met een Energy Collector MK1. Wat wij daarmee eigenlijk kunnen doen, wij kunnen daarmee energie gaan collecten. Alle energie van de zon gaan wij hiermee collecten, zeg maar. En uiteindelijk wil ik eigenlijk gewoon naar de Destruction Catalyst gaan. Destruction Catalyst is eigenlijk heel simpel te maken, is ook een heel simpel recipe en is heel overpowered. Voor je kunt hiermee echt wel heel goed en heel snel gaan mijnen. Wat ik sowieso nodig heb momenteel, voor ik moet echt wel zien dat ik zo snel mogelijk heel veel spullen heb, heel veel diamonds heb, heel veel iron heb, heel veel gold heb en handzien en zo. Voor gewoon puur volgende en de meest avanceerde of meerdere avanceerde machines te gaan maken. Dus daarmee gaan we gewoon lekker starten met de Energy Collector MK1. In principe heb je er niet heel veel nodig. Ik ga er, ik denk, hoeveel heb ik nodig? Ik kan ze 5 naast elkaar zetten, maar ik dacht dat ik de Alchemy Chest... Ik ben nummer zeker, ik ga de Alchemy Chest ook maken. Daarvoor hebben we eigenlijk cobblestone nodig en charcoal nodig. Dat kunnen we heel snel krijgen. Als het goed is, lig ik hier nog met charcoal. Hier nog met cobblestone en gaan we heel even kijken voor deze mooie jongen te maken. Hiervan hebben we het 40 al. En iron en redstone. Uiteindelijk moet ik dan ook kijken voor mijn verdubbelingssysteem zo snel mogelijk op poten te zetten. Dat we eigenlijk zo snel mogelijk alle iron en zo eigenlijk kunnen gaan verdubbelen. Voor ja, dat is echt wel nodig uiteindelijk. Ja, dat is gewoon nodig, weet je.
Een diamond en kool. Niet dat we diamonds te weinig hebben van de vorige keer, oeps. We hebben nog nodig. Stone hebben nodig. Het kan gewoon stones in een chest hebben nodig. Ik heb even 10 gewoon stone laten smelten. Een chest bij me maken. Twee iron hebben nodig, een diamond hebben nodig. En dat was het eigenlijk. We gaan er geen 10 maken hoor, ik heb iron nodig nog. Kunnen we even dit gaan doen. Zo. Dus kan ik deze maken. Dat is niet wat ik dacht dat het was. Oké, maakt niet uit. We hebben in ieder geval wel de achievement binnen, namelijk een storage upgrade. Een little chest upgrade. Hier kan sowieso meer spullen in. Zoals jullie kunnen zien, buiten deze chest kan er hier veel meer in. Ook buiten deze chest kan er hier ook veel meer in. Dus alleen maar goed, langs de ene kant. Dan gaan wij gewoon lekker starten met deze te maken. We hebben daarvoor al heel veel glas nodig. Moet ik heel even kijken of dan wij hier nog zand hebben. Dat hebben wij inderdaad. Gaan we even 10 glas maken. Hebben we nog 2 diamond blocks nodig. Zo. Hebben 2 furnaces nodig. Ups, ik heb nu 6 gemaakt. Hebben klooster nodig. Zo. The power of the sun. Now it's begin. Dus wat je hier eigenlijk krijgt, nu gaan we eigenlijk EMC opwaarderen of EMC krijgen door volledig de zon eigenlijk te gaan gebruiken. Ik dacht ook, maar dat ben ik niet meer zeker, als ik bijvoorbeeld dit ga doen. Ik zeg nu maar, ik zet het hier en daar. Dat het sneller gaat. Maar dan ben ik dus niet meer zeker eigenlijk. Niet direct. In ieder geval, wat we dus nu moeten doen. Wij moeten nu voor de Destruction Catalyst. Moeten we eigenlijk Mobius Fuel gaan maken. Mobius Fuel krijgen door een. Ofwel door de Felifferous Stone. Eigenlijk te gaan craften continu, dus dan is dat van wacht hè, hoe was dat nu weer? Kon jullie dat laten zien? Ik kon jullie dat laten zien hoor. Je moest moet met de alchemy coal, dus met gewoon coal eigenlijk zo zegt. Dacht ik dat was of zo. Ik kon het op een andere manier doen, maar ik ben niet meer zeker hoe dat was. Ik dacht in ieder geval met de Ferrifere Stone. Konden eigenlijk richting deze mooie jongen gaan. Ik heb nu ook een andere manier door eigenlijk gewoon even kijken hoeveel dat ik nodig heb. 2, 3, 4. In principe heb ik er niet heel veel nodig. Ik
Ik heb hem maar 6 nodig. Zo. Vanaf dat deze pijl opgeladen is, krijgen wij dus een Mobius Fuel. Ik ga wel iets meer doen namelijk. Ik ga er even een stekje in steken. Dat is mijn reden, jongens. Want, ja, het laat zich nu op. Maar we kunnen het uiteindelijk ook, dat gaat verder, namelijk. Dus, dat is ook de reden waarom dat ik het even met iets meer wil doen. Ja, dat was in ieder geval het, ja, een beetje het project voor nu. Ik wil even gaan kijken, nog 15 minuten zijn we bezig. Wat ik wel kan doen, jongens. En ik weet niet of dat nu al gedaan was. Jawel, want hadden wij de 4 panelen al? We hebben er 3. Kompas. Kijken of we dan maar iron hebben. Zo. Even zie je ook nog eten vandaan choppen. Ik weet nog altijd ook niet wat ik ga doen qua het food gebeuren, want momenteel, ja, als ik elk dingetje moet gaan craften van food, ga ik denk ik heel snel een hongersnood geraken ook nog. Dus ik moet er nog heel even naar kijken hoe ik dat juist ga fixen nu. Metriot Hunter. Ja, ik weet dat het daarin zit. Dat is onze chance cube. Oh. Mijn map loopt vast. Ik weet dat het daar een meter iets zit. Dus als ik naar daar ga lopen, gaat inderdaad mijn kompas richting daar wijzen 1. Want deze heb ik al. Dus moet ik heel even snel verder lopen. Wat heb ik zo'n hoek? Had ik zo'n geen hoek gemaakt of gekregen of in de modpack zitten? Blijkbaar niet. Dat is raar. Het is zo donker. Ik ga even heel snel terug gaan, jongens. In verband met het donkere weer. Of in verband met het donker aan het worden is. Misschien dat ik het wel kan maken zelf, de dingen. De structure catalyst. Ik denk dat ik de structure catalyst al ga kunnen maken ondertussen, jongens. Even kijken, hè. Het
Project I. Destruction Catalyst. Ik heb er 6 nodig, inderdaad. Ik had het al kunnen maken, jongens. Hallo, game. Dank u wel. Ik kan nog 1 iron hebben. Ik ga nu 2 laten smelten nog. Heb ik de TNT nodig? Vier in totaal. Heb ik een flint steel nodig? Of een flint nodig? En ik denk dat we hem binnen gaan hebben dan. Ja hoor. Oké. Ik zeg u 1 ding, jongens. Dit is heel gevaarlijk. Oh, gebruik dit niet bij uw basis zelf. Aangezien dat dat dingetje eigenlijk echt heel gevaarlijk is. Je kunt er heel veel mee aanrichten. Heel veel schade mee aanrichten. Dus onthoud dat echt heel goed, zeg maar. Ik ga ook ondertussen even kijken. Misschien omdat ik geen fuel bij mij heb. Wacht ze. Project. Ik weet niet waarom dat mijn... Ik weet niet waarom dat mijn ding niet in fullscreen of waarom dat ik het niet kan zien. Nee. Die werkt wel. Maar ik kan hem niet hoger zetten.
Oké. Okay. Ik vind het heel raar hoor. Ik kan mijn. Oké, okay, goed. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken voor de volgende aflevering. Hoe dat die juist werkt voor. Ik heb hem geweten hoe dat die werkte, maar op een of andere manier staat mijn knop nu niet meer goed ingesteld. Ik heb geen idee waardoor dat komt. Ups. Dus jongens, ik ga even heel snel richting de. Richting de ChanceCube plek lopen. Ik ga dit heel even snel opbergen. Zodat hier niks speciaal mee kan gebeuren. Ik ga heel even snel richting de ChanceCube plek oplopen. En dan ben ik zo meteen bij jullie terug voor de laatste ChanceCube te openen. Dus jongens, ik zie zo jullie terug. Nou jongens, we zijn weer terug. We gaan lekker hier de ChanceCube te openen. Of de Pandora boxes. En de Pandora boxen natuurlijk. We gaan lekker op onze grote bol met water waar ik vandaag al in storven heb. Storven ben, ga ik lekker openen. Dus let's go. Waarom heb ik beacons? Waarom? Ik heb letterlijk 5 beacons hier. Oké. 5 beacons, maar goed. Ik kan alleen niet activeren omdat ik geen ding heb. Nou, maar goed. Ah. Serieus? Ah, let's go. Allemaal dat pushes. Waar ik echt niks mee kan. En nu moet ik hier bovenop zien te geraken weer. Hoe moet ik dat gaan flikkeren? Hoe moet ik hier van mijn leven weer bovenop gaan raken? Jongens, kom op.
Ja, maar even deze weghalen. Duurt niet heel lang. Ice Bucket Challenge. Hebben we ook voltooid ondertussen. Let's go. Gelukkig had ik niet zoveel spullen met mij. Ik ben wel alleen mijn eten kwijt. En dan ben ik echt vol kwijt gewoon. En daar hou ik eigenlijk niet zo heel erg van. Ook dat ik kwijt ben. Hey, eten teruggevonden. Lekker dit. Nou, omdat de laatste chance cube, laatste Pandora box, ik ga die lekker daar plaatsen en ik ga vliegen. Nou, jongens, ik ga hier bij de stream de aflevering afsluiten. Nee, goed jongens, ik ga gewoon niet bij de aflevering afsluiten. Ik ga mijn spullen nog gaan halen zometeen. En dan gaan we gewoon lekker de game ook afsluiten gelijk. Jongens, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering. Hopelijk even genoten van de aflevering. Hopelijk zie ik me graag van er bij een nieuwe aflevering. Hit zeker niet like te beneden, natuurlijk. Het kan niet super nice zijn. En dan zie ik jullie maar graag van er bij een nieuwe aflevering. Ten volgende aflevering ga ik ook zorgen dan de Catalyst. Weten hoe dat die werkt. Dus ik ga het allemaal nog uitvolgen en uitzoeken. En dan gaan we horen hier bij de stream afsluiten of aflevering afsluiten. Dus jongens, hoop ik even genoten van de aflevering. Hopelijk zien we graag vond ik terug bij een nieuwe aflevering. En dan zijn het natuurlijk voor nu, zoals altijd. Bye. Bye.